Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb een paar bekers meegenomen. Het gaat vanmorgen over kun je de beker drinken. En ik heb thuis maar gewoon even een paar bekers gepakt. Een mooie koffiebeker waar je zo mooi van die opgeschuimde melk in kunt doen. En meer een glas, een beker om wijn uit te drinken. En hier staat altijd een beker, de avondmaalsbeker. Dan gaat de beker waar het vanmorgen over gaat niet echt over het avondmaal en over de avondmaalsbeker, maar misschien toch ook wel, dat komt nog wel aan de orde. Maar als je die beker zo ziet, dan kun je het nog even wat concreter maken voor jezelf. Kun je de beker drinken? Dat is de vraag die Jezus stelt aan zijn volgelingen en dus ook aan ons. En wat zit er in die beker? Daar staan we bij stil vanmorgen, want we zitten in de 40 dagen tijd en we zijn op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. En we ontdekken dat het drinken van die beker ook alles te maken heeft met onze eigen concrete leven. Want die beker, zeg ik er maar meteen bij, die staat voor de beproevingen die er in ons leven komen. Voor de moeilijke dingen die er zijn. Het verdriet dat we ervaren en de pijn. Ik heb de afgelopen week even de tijd genomen om alle namen van de hele gemeente door te nemen. Dat kan vrij eenvoudig op je smartphone. Als je naar Plantagenet gaat en je gaat naar de ledenlijst toe, dan kun je zo alle namen langs zien komen. Ik heb alle namen op me in laten werken en steeds met in mijn hoofd en mijn hart die vraag, wat speelt er eigenlijk aan lijden en verdriet en tegenslag in al deze mensenlevens? En dan zie ik mannen en vrouwen die alleen door het leven gaan, terwijl ze zo graag iemand zouden willen hebben om het leven mee te delen. Ik zie mensen die rouwen omdat hun man of hun vrouw gestorven is, of hun kind. Ik zie mensen worstelen met depressies en angsten. Ik zie mensen die zich overweldigd voelen door de eisen die het leven stelt, de eisen op je werk, van je gezin ook. Ik zie mensen die worstelen in hun huwelijk om te proberen om verbonden te blijven met elkaar, maar het is zo moeilijk. Ik zie mensen die gescheiden zijn en ik zie hun kinderen en alle pijn die er is. Ik zie mensen die leven met een handicap, voor wie het leven heel beperkt is. En ik zie de mensen die dagelijks voor hen zorgen. Ik zie mensen voor me die te horen hebben gekregen dat ze kanker hebben en dat ze niet meer beter kunnen worden. En ik zie mensen voor me die te horen hebben gekregen dat ze kanker hebben en dat er een heel lang traject gaat volgen. Ik zie mensen die chronisch vermoeid zijn en steeds weer tegen hun grenzen aanlopen. Ik zie breuken in gezinnen. Contact dat verbroken is tussen ouders en kinderen of tussen broers en zussen. Ik zie mensen die worstelen met hun seksuele geaardheid. En vaak nog meer ook met de reacties van de mensen om hen heen. Ik zie mensen die worstelen met verslavingen. Die gevangen zitten in een vicieuze cirkel van schuld en schaamte en pijn en teleurstelling. Ik zie mensen die het financieel moeilijk hebben. Ik zie mensen die zich eenzaam voelen, ondanks alle mensen die ze om zich heen hebben. En jullie begrijpen dat ik nog wel een tijdje door zou kunnen gaan. En er is ook heel veel wat we niet van elkaar weten. En hoe ga je nu om met al die pijn en al die teleurstellingen en al die beproevingen die er in je leven zijn? Wat betekent het om die vraag dan te horen? Kun jij de beker drinken?
Nou, we proberen vanmorgen samen een antwoord te zoeken en we beginnen, zou ik haast zeggen, uiteraard door eerst te kijken naar Jezus. We ontmoeten hem vanmorgen in die tuin, in Gethsemane. Het leven van Jezus dat zo vol van wijsheid was, vol van genade, vol van genezingen en bevrijdingen, vol van nederigheid en zachtmoedigheid. Dat leven loopt nu uit op een lijdensweg. De leiders van het volk konden hem niet verdragen. Ze konden niet verdragen dat Jezus zei wie hij was, de Zoon van God. Ze wilden van hem af. En dat is het meer menselijk perspectief op wat er gebeurt met Jezus. Hij is een sta in de weg. Hij is een bedreiging voor de religieuze leiders van het volk en voor hun machtspositie. Maar vanuit goddelijk perspectief is hier nog veel meer aan de hand. Jezus ziet zelf de weg die hij gaat als een weg die past bij zijn opdracht op aarde. Hij heeft een missie gekregen van zijn vader. Hij heeft de missie gekregen om Messias te zijn. Om verlossend te leven en te lijden en te sterven. En om de weg te gaan die niemand gaan kon. Dat had hij ook al gezegd tegen zijn leerlingen. Een paar weken geleden hebben we daarbij stilgestaan. Die woorden uit Matteüs 16. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden. Maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. En Jezus had het ook al met andere woorden gezegd, en dat lezen we in het Johannesevangelie, hoofdstuk 15. Daar zegt hij, ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid om zijn leven te geven voor zijn schapen. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef. Niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. En dat dus. Jezus wil zijn leven geven om verlossing van zonde en schuld te brengen en om nieuw leven mogelijk te maken. Maar dat menselijke perspectief, dat blijft er toch ook. Want Jezus is ook maar een mens. Hij is zeker meer dan dat, maar beslist niet minder. Een mens. Hij worstelt met wat hem te doen staat. Hij worstelt met wat er op hem afkomt. En als ze dan op die plek zijn, in Gethsemane, dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Nou, Petrus en Johannes en Jacobus lopen nog een stukje met Jezus mee. Ze zien het. En Jezus is er ook open over. Jezus is onrustig en angstig. Hij geeft daar ook woorden aan. Ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier waken. Doodsbang en vol onrust is Jezus. Zo leren we Jezus dus ook kennen als iemand die niet zonder gevoel, stoïcijns en onaangetast dat lijden op zich neemt. Hij heeft het echt zwaar. Gelukkig heeft hij een paar mensen om zich heen om erbij te blijven. Wakker en alert. En dan loopt hij iets verder en dan gaat hij bidden. Hij valt op de grond neer en hij zegt, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Neem deze beker van mij weg. Vraagt Jezus aan Abba. Wat zit er in die beker van Jezus? Het is de beker van verdriet. Niet alleen zijn eigen verdriet, maar het verdriet van de hele mensheid. Het is een beker vol pijn.
Een lichamelijke pijn. Een mentale pijn ook. Een fysieke pijn. Het is de beker van de dorst. Het is de beker van de marteling. Het is de beker van de eenzaamheid. Het is de beker van de afwijzing en de verlatenheid. Het is de beker vol bitterheid. De profeet Jesaja heeft daar een keer over gezegd. De Heer heeft je laten drinken uit de beker van zijn toorn. Je hebt uit de kelk gedronken. De beker die je zo heeft bedwelmd tot de bodem leeg gedronken. Nou, die beker gaat Jezus drinken en hij wil het, maar hij wil het ook niet. Hij kan het niet aan. Te veel pijn, te veel zonde, te veel schuld om te dragen, te veel lijden om te omarmen. Te veel van de mensen om doorheen te leven. Hij voelt dat die beker gevuld met intens verdriet, hij kan die beker niet drinken. En waarom kan hij dan toch ook zeggen, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Dat is denk ik een diep geheim. En we kunnen er in elk geval dit van zeggen. Jezus wist, Jezus voelde, dat er voorbij alle eenzaamheid en pijn en angst en verdriet die hij in zijn lichaam en in zijn geest ervaarde, Jezus voelde dat er nog steeds die band was met God. Met zijn vader, met degene tegen wie hij altijd Abba zei. Jezus bezat een vertrouwen dat verder ging dan het verraad. Jezus had een hoop die dieper afstak dan de wanhoop. Jezus voelde een liefde die groter was dan de angst. Hij hoorde in zijn hart die stem die bij zijn doop had gezegd: jij bent mijn geliefde zoon. Ik vind vreugde in jou. Maar waar zijn intussen Petrus en Jacobus en Johannes? Ze zijn er nog wel, maar toch ook weer niet. Ze slapen. Jezus had hen gevraagd: willen jullie waken? Willen jullie met alle liefde en aandacht bij mij zijn? Want de last die ik te dragen heb is te zwaar. En jullie kunnen het wat draaglijker maken. Maar ze slapen. En dan eerst over Petrus. Jezus spreekt hem speciaal aan met die woorden: Simon, dat is een oude naam van Petrus. Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Je proeft de teleurstelling van Jezus. Zijn eenzaamheid wordt er nog dieper van. Een diepe eenzaamheid nu ook zijn naaste vrienden het niet kunnen opbrengen om erbij te blijven en met hem mee te lijden. Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen, zegt Jezus. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. En Jezus brengt er dus ook nog begrip voor op. We zijn maar zwakke mensen. Petrus en Johannes en Jacobus ook. We schieten tekort in toewijding. Of zoals Paulus het later een keer opschrijft in de Romeinenbrief, hoofdstuk 7. En misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil,
ben ik daar niet meer zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij woont. Nou, dat is wat Petrus ook gevoeld moet hebben toen Jezus hem aansprak. Hij zal zich vertwijfeld hebben afgevraagd, hoe kan het toch dat ik er wel wil zijn voor Jezus, maar dat het me niet lukt? Dat ik juist nu in slaap val, terwijl Jezus me vraagt om wakker te blijven. Wakker blijven, dat is de beker die Petrus nu moet drinken. Wakker blijven, erbij blijven. Maar het lukt niet. Ik vind het mooi dat diezelfde Paulus, als vervolg op wat ik net al even voorlas, ook zegt, wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit het bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Maar Johannes en Jacobus zijn er ook nog. Zij zijn de twee leerlingen die eerder, dat hebben we gelezen uit Marcus 10... van Jezus de vraag hadden gekregen, kunnen jullie de beker drinken, die ik moet drinken? Kunnen jullie de doop ondergaan, die ik moet ondergaan? En ik denk dat de doop ondergaan hier hetzelfde betekent als de beker drinken. Het is een ander beeld voor dat je ondergedompeld wordt in tegenslag en moeite en pijn. En die twee mannen die daar nu in Gethsemane op de grond liggen te slapen, die hadden toen gezegd, ja, dat kunnen wij. Wij kunnen de beker drinken. En Jezus reageert naar hen toe met woorden die duidelijk maken dat het ook zal gaan gebeuren. Johannes is later verbannen naar Patmos, waar hij in eenzaamheid leefde. En Jacobus is vervolgd vanwege zijn geloof en met het zwaard gedood door Herodes. Zij hebben de beker gedronken. Maar in Gethsemane liggen ze te slapen, toen Jezus hen nodig had. Johannes, Jacobus en Petrus, de meest intieme vrienden van Jezus, ze konden op dat moment in elk geval de beker niet drinken. De beker van de volharding. De beker van het meedragen van het lijden van Jezus. En wat betekent dit nou allemaal voor ons? Wij ontdekken, in elk geval als we dit allemaal op ons in laten werken, dat beproevingen en tegenslagen en verdriet en pijn er bij het leven horen, ook bij het leven met Jezus. Het is niet zo dat als je gelovig bent of gelovig wordt, dat opeens alles goed gaat in je leven. Dat er geen lijden en geen teleurstelling meer is. De God die wij geloven, de Vader van Jezus Christus, is namelijk geen curling God. Jullie kennen die uitdrukkingen misschien wel van de curling ouders, bekend geworden door de luizenmoeder. Keurling, ouders, dat zijn vaders en moeders die heel hard aan het bezemen zijn om de weg voor hun kinderen zo glad en effen mogelijk te maken, zonder hobbels, zonder hindernissen, zonder tegenslagen en moeilijkheden. En misschien heb je nu meteen wel ouders in gedachten die je dat ziet doen, of voel je je misschien zelf al aangesproken. Maar waar het nu om gaat, is dat ons beeld van God ook kan lijken op dat van een curlingouder. God moet zorgen dat wij geen problemen hebben. God moet zorgen dat wij geen ziekte hebben en geen tegenslagen en geen verdriet en geen pijn. God moet de hele tijd dat pad dat voor ons ligt schoonbezemen. Maar dat is niet de God die we leren kennen als we kijken naar Jezus. Zeker, God wil er echt zijn voor zijn kinderen. God is vol barmhartigheid en vol genade. Hij is zorgzaam. Hij gunt ons het leven in overvloed.
Maar dat betekent niet dat er geen moeite en pijn in je leven zullen zijn. En ook het leven met Jezus zal gaan lijken op het leven van Jezus. Met pijn en zorgen en verdriet en beproevingen. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe kunnen we de beker drinken? Daar wil ik tenslotte nog drie dingen over zeggen die ik geleerd heb van Henry Nouwen. En ik pak er even een beker bij. Het eerste is, houd de beker vast. Dat betekent, loop niet weg van je lijden. Het is er. Ook als je je ertegen verzet of als je het eigenlijk niet onder ogen wilt komen. Houd de beker vast. Want de beker heeft een plek in je leven. Geef er woorden aan voor jezelf. Dit is er, wat er in mijn leven speelt. Je wilt die beker soms keihard weggooien, in de hoek smijten. Maar pak die beker vast en ervaar dat je lijden deel uitmaakt van het leven. En dat het ook deel uitmaakt van het leven met Jezus. Dus houd de beker vast. En het tweede is, hef de beker. Dat betekent, houd de beker omhoog toe naar God. Blijf niet alleen met je pijn en je verdriet en je worsteling, je teleurstelling. Hef de beker in gebed en overgave. En realiseer je dat door jouw lijden, dat je door het lijden verbonden bent met het lijden van de hele mensheid. Jij bent geen uitzondering. Weet dat Jezus je lijden kent. Hef je beker omhoog naar God toe, maar ook naar andere mensen toe. Laat het zien. Praat erover. Zodat ze ook bij je kunnen komen en er voor je kunnen zijn. En hopelijk niet in slaap vallen, maar het mee kunnen dragen. Dus houd de beker vast, hef de beker en drink de beker. Er zit niks in deze beker. Drink de beker. En dat betekent, als wij ons lijden hebben erkend en als we het samen met God en met de mensen om ons heen hebben omarmd, dan kunnen we het ondergaan. Dan kunnen we delen in het lijden van Jezus. We kunnen ons lijden ontdekken als een vindplaats van genade en bewogenheid. Het drinken van de beker kan worden tot een groeiproces in geloof en hoop en liefde, dwars door de pijn en door het lijden heen. Het is een groeiproces in loslaten, in zachtmoedig worden, in nederig worden. Kun jij de beker drinken? Op die vraag kan nooit een gemakkelijk ja klinken. Want het is moeilijk en het kost heel veel. Maar we zeggen vandaag, Jezus heeft de beker gedronken. Jezus heeft dat gedaan op zijn lijdensweg, in Gethsemane, aan het kruis. En zijn geest is er nu om ons hetzelfde te leren doen. De beker drinken. Pak de beker vast, hef de beker en drink de beker.